Iedere week zit ons beampanel klaar om antwoord te geven op de meest brandende, grappige, maar ook serieuze vragen die te maken hebben met het weekthema. Deze week hebben de vragen alles te maken met humor. Oké, we hebben een heel goed verhaal. Nou, heb je even? Ik moest een keer op kattenpas. Is deze jongen mee geweest de eerste keer. Dus wij hebben bij die katten gezeten. We hebben een paar dolle foto's gemaakt. En een tikkeltje pikant. Pikante foto's, ja. En wat bleek nou? Op hetzelfde moment was er een inbreker in dat huis. En toen kreeg ik een rechercheur op bezoek. En die wilde alle bewijsmateriaal hebben. Dus ik moest ook die foto's van Thomas bij die katten laten zien. Een van de eerste keer autorijlessen. Ik keek altijd naar mijn schakelpook. Maar ja, dat mocht niet. Want dan dacht ik de mensen op de weg in gevaar. Dus toen kwam ik bij een rotonde. Dus ik grijp zo snel naar mijn schakelpook. En toen greep ik dus bij hem in zijn kruis. En toen zei hij, oh, je zit volgens mij in de verkeerde schakelpook. En toen kon ik echt wel door de grond heen zakken. Dat was zo erg. Het was best wel leeg in de trein. En ik zag iemand zitten die ik kende. Dus ik denk, hé, wat leuk, even een gesprekje aangaan. Dus ik loop naar diegene toe, ga ernaast zitten en zeg, hé, hoe is het met jou, Ruben? Ik heb je lang niet gesproken. Die andere kijkt me aan. Ik dacht dus Ruben, maar dat was dus niet Ruben. Dus die kijkt me aan. Ja, gaat wel goed. Met jou? Vroeger had ik niet echt schaamte en dan dacht ik van joh, weet je, ik zit nu in bad, maar ik heb eigenlijk zin om wel even bij de buren langs te gaan. Dus ik hoppatee het bad uit, poedelnaakt over straat gerend, naar de buren toe. Ja, en dat maakte mij dus allemaal niet uit. Dus de buurvrouw die keek me aan en zegt, Ralf, volgens mij moet jij nog heel even een onderbroek aan gaan trekken. Ik zo, oké. Wanneer lag je voor het laatst in een deuk? Volgens mij 2 avonden geleden met jou. Yeah. Bijvoorbeeld die keer dat ik met een vriend van mijn kattenvoer ging kopen en halverwege de reis naar huis was die zak ineens heel licht. Er lag echt zo'n spoor helemaal terug naar het winkelcentrum. We hebben echt gigantisch gelachen, maar ik weet met jou ook nog niet waarom ik heb gelachen. Nee, het slaat ook vaak nergens op. Oh, dat is een mooie. Steven en Dette. Vertel de allerslechtste mop die je ooit hebt gehoord. Begin jij maar, ik moet even nadenken. Hoe lang is een Chinees? Wat is de overeenkomst tussen de woestijn en je billen? Er zit veel zand tussen. Kaktussen! Ken je nog of niet? Hoe lang is een Chinees? Er komt een vis bij de dokter. Zegt de dokter, ik zie het al. Uit de kom. Hoe lang is een Chinees? En dan ga je daar denken. Dan denk je, weet ik veel, 1,60. Er komt een man bij een restaurant en die bestelt een kindermenu. Dus oh, die kijkt die man zo aan en die zegt, hé, maar ben je niet een beetje te oud voor een kindermenu? Dus die man die kijkt de opa aan. Ben je niet een beetje te oud voor een kindermenu?